Maar ze stond voor mijn deur en ze stelde mij een vraag waar ik een beetje van in de war was. Ze vroeg me, Maarten, kunnen jullie iets zachter zijn op de trappen? Het is hier nogal gehoorig. We horen jullie zelfs klaarkomen. Ja, dat klaarkomen, zij is een beetje zoals Karkemel van de Smurfen. Ik krijg jullie nog wel, zou zeggen. Ja, met zo'n mengeling van haat en genot. Ja, en ik was ook een beetje in de war van de vraagstelling, maar persoonlijk had ik gevraagd, kunnen jullie misschien iets minder hard klaarkomen? Het is hier nogal gehoorig, we horen die zelfs lopen op de trappen. Maar goed, ieder zou zijn voorkeuren. Ja. En ja, het pijnlijke was, nu val ik ook een beetje stil, Liesbeth had me net verlaten. Ja, dus dat hele klaarkomen kon helemaal niet van ons komen. Ja. Maar dat durfde ik haar niet te zeggen, want dan zou zij weer kunnen gaan denken dat ik met een of andere mega geluidsinstallatie allemaal porno had zitten kijken. Ja, en dat kan helemaal niet, want ik kijk altijd porno met een koptelefoon op. Maar goed, zij stond voor mijn deur en ze stelde mij de vraag, kunnen jullie iets zachter zijn op de trappen? Het is hier nogal gehoorig, we horen jullie zelfs klaarkomen. Ja, en in mijn verbijstering zei ik, oh wat raar. Ik hoor bij jullie nooit wat. Nou, zij roepen en tieren van, word nou eindelijk een keer volwassen man. Ik zei, ja, maar dat geluid herken ik wel. Ja, misschien een beetje flauw van mij, maar ja, ze had me ook wel echt gehoord. Het was het dieptepunt uit mijn leven, maar het was geen klaarkomen. Het was gewoon keihard huilen. Er zit duidelijk een ex in de zaal. Ik zie jou ook een beetje angstig kijken van Maarten, klinkt jou klaarkomen als huilen. Ja, nou ja, volgens de buurvrouw wel. Maar dat heeft meer met Hans, de buurman, te maken. Ja, nou, dan zie ik jullie weer denken, Maarten, is het niet een beetje ongeloofwaardig, een buurman die helpt als die klaarkomt? Nou, dan hebben jullie Marianne nog niet gezien.